De hashtag MeToo staat overal trending topic op social media. Vrouwen doen dit om te laten zien dat zij wel eens te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Wij vragen ons af, wat vinden Amstelveeners hiervan en wat hebben zij meegemaakt? Heb jij wel eens toevallig enige ervaring gehad met seksuele intimidatie? Nou ja, niet echt. Alleen dat mensen je aan gaan spreken op straat als je aan het hardlopen bent in je sportlegging toch, maar verder niet. Maar zoals wat? Kun je een voorbeeld geven? Waar gaan die mooie billen naartoe? En dat is het enige? Nou ja, ook wel eens dat ze je proberen aan te raken, maar dan, ja, ik ben er niet van gediend, dus dan ben ik weg. En ja, u heeft wel gehoord over de hashtag MeToo. Ja, ja. En wat vindt u hiervan? Nou ja, een beetje belachelijk allemaal. Ja, en waarom? Ja goed, je bedoelt over die vrouwen, dat ze misbruikt zijn? Of... Ja. Vrouwen doen daar zelf ook een beetje aan mee. Je kan ook nee zeggen, je kan ook gewoon er niet aan meedoen. Maar dat zij eigenlijk geen keus heeft in dit alles, zeg maar. Je hebt altijd een keus. Kijk, als jij in een film wil spelen en daarvoor dat soort dingen moet doen, dan doe je daar zelf aan mee. Heeft u toevallig gehoord over de hashtag MeToo, dat op dit moment helemaal gaande is over heel social media? Ja, dat is een online shopping gebeuren. Nee, dat is YouEats. Oh shit. Ik heb in Spanje gewoond jaren en daar ben ik ooit, in mijn naïviteit, heb ik daar midden in de nacht vergeten de deur van het portaal dicht te doen in dat appartementgebouw waar ik toen woonde. En toen vond ik het eigenlijk verbazingwekkend dat er om 3 uur 's nachts een man op dezelfde plek woonde als ik. En dat was dus eigenlijk niet verbazingwekkend, maar die meneer die volgde mij. En die heeft mij gelukkig alleen maar bovenaan de trap uiteindelijk, waar ik in paniek naartoe gerend was, vastgepakt. En daar verder niks mee gedaan. Maar dat is wel een stukje, ja, wel heel heftig en iets waar je dan ineens beseft dat je heel kwetsbaar bent als vrouw. Hoe heb je mij uiteindelijk afgeschud? Nee, uiteindelijk heeft hij dat zelf gedaan. Ik heb heel hard gegild en dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. En hij heeft uiteindelijk was hij er denk ik niet op uit om mij echt pijn te doen, maar alleen heel veel schrik aan te jagen, denk ik. En hoe voel je er nu bij? Nou, je street smartness, hoe ik dat dan wel noemen, wel aan, denk ik. Ik zal niet zo snel meer de deur niet achter me dicht doen, 's nachts.